dit is de tie-dye shirt geworden. Het is best wel een leuke kleur. Maar het is ook wel een beetje een vieze kleur. Maar ik vind hem wel leuk. Tada. Ik had even alles opengekrast en ik heb 10 euro gewonnen. Zo, ik heb namelijk die slee, of de sneeuwpop heb ik helemaal vol. Helemaal top, leuk. Nou, 10 euro, ja weet je, toch weer 10 euro. Zo, ik loop nu naar de bus. Ik loop nu naar de bus, want ik ga weer naar Jolien. Want we moeten weer die kerstitems allemaal gaan bezorgen. Weer een nieuwe dag. Kom op, we gaan, want die bus komt. Jee, en dan ben ik aan het rennen naar die bus. En dan komt die 2 minuten later. Oh, dat vind ik zo erg. Dames en heren, nou, ik ben nog nooit zo misselijk geweest in zo'n bus niet. Zo, even lucht hoor. Die hele buschauffeur zat helemaal van rechts naar links de weg steeds. Dramatisch. Even aan het wachten op Charlene. Hebben jullie trouwens het icoontjes van de afgelopen hele week opgespeurd? Want als je dat onder deze vlog in de comments allemaal zet, de eerste ga ik terugvolgen, hè. Alle tijdstippen goed erbij zetten. Kijk, hè. Nou, ik zie niets. Nee, ik kan zo in de camera kijken. Hoezo niet? Het is toch hartstikke mooi? Nee, kijk. Het is helemaal blauw. Ja, ach joh, dat zie je niet. Ik heb... Ik heb haar voor mij, oh jeetje. Nee, maar ik heb... ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Ik wil niet kijken. Oh, lekker. Ik heb voor jou corrigeren, voor mij Starbucks Oh, koffie. Lekker. Ik heb een pen extra bij ons. Oh, top. Want ik werd er zo depressief van dat we die pen steeds niet hadden. Ik moet even de Intertoys bellen. Oh, ja. Dat ze eraan komen. Ja. Ik moest van tevoren bellen. Ja, ik weet niet meer precies waar die ingang is aan de buitenkant. Goedemiddag. Ik ben nu aan om een cadeautje, of het, ja, mijn pakketje op te halen. Ja, en wat had ook een bestel? Van Little Dutch, die blokken. En Monopoly. Links, laat maar. Ja, ik denk dat ik het weet. Ik kom eraan. Ja. Joe. Maar die zit in de auto. Ik heb daar geen zin in. Die bel. Ja, oké, dan is het goed. Dan is het goed. Ja, onze pakketjes. Ik moet gewoon weer niet redden. Dat is echt niet normaal. Zo. Ik pak nu die pen. Volgens mij hebben we het wel gedaan hoor. Nee, dat dreef niet. Daar waren we gebleven. Nee, we waren daar gebleven. Oké. Okay. Geloof het nou maar. Ja, prima. Let's go. Ik wil een plak cake. Ik wil mijn koffie, want ik trek het niet meer. Is dit voor papier gek ding? Dit doet Rebecca, hè? Dit. Wat dit? Ik ga even een duidelijke grens aanleggen. Je gaat, dan neem ik een pen mee, dan doet hij het niet. Oh, je hebt hele kleurrijke handen. Komt door de tie-dye van gisteren. L65C, wat is dit voor iets? Nou, dames en heren, verkeerd heb ik het hier gezegd. Ja, Jace, weet je, het is echt... Nou, maar ik kan me herinneren dat het de bieren staan. 7 minuten, nou dat vind ik echt nog lang oud. Ja, omdat jij weer dat verkeerde adres hebt gegeven. Ja, maar besef hè, dadelijk is er weer een adres hier. Nou, Charlene heeft heerlijke cake gebakken. Charlene, dat vind ik gewoon Charlene hoor. Met chocoladestukken erin. Stracciatella cake. Lekker. Heerlijk, lekker klef een beetje toch? Ja. Ik hou niet van het droog, wat er allemaal uit de is stukken. Nou, wij rijden ook in een buurt waar we steeds weer terugkomen, hè. Dus weer die Albert Heijn. Nou, ik denk echt dat ik niet goed word. Ik ken die mensen persoonlijk niet meer. Ja, ik ken... Ik, nou ja, ik... Goed, elke keer. Daag! Daag! Nou, ik heb mijn kerstmuts weer op. Ik lijk net een beetje... Ik weet niet wat ik lijk. Nou, een beetje zo'n... stokstaart. Waar heb ik tegen die auto aan, Jace? Een dance move. Gooi een dance move. Nou, we hebben het hier gehad. Hallo. Oh, van TikTok. Ja hoor.
Ja, geen dank. Oké, fijne feestdagen. Wij zagen net zo'n dikke rat. Ja, het was echt met zo'n staart. Ja, het is echt heel eng. Hij was een beetje bruin. Zullen we hem zoeken? Misschien kunnen we hem meenemen met de zorgen. Hij was bruin. Hij was bruin, was niet grijs. Beetje fluffy. Hé, hey, rat. Kom, Kate. Ja, maar ik dacht dat ik die rat zag. Nee, kom, het regent. Oeh. Viel hem naar mijn leven? Ja, dat viel je voor mijn kind. Hallo. Hoi. Je zit op dansen, toch? Van de danscreatie. We hebben wat voor je meegenomen. Mag je pakken? Alsjeblieft, want ik kan heel lang niet dansen. En ook, wat een mooie kat daar. Wat dik, wat lief. Nou. Wat zeg je dan? Hele fijne dagen. Fijne kerst en tot volgend jaar. Doei, doei. Dag, oh, dag. We wish you merry Christmas. Ho, ho, ho. We wish you a merry Christmas. And a happy new year. Hallo. Van de danscreatie. Oh, die hond naar binnen, hé. Nee, joh. Kom maar. Kom maar, die hond. Nee, die hond moet naar binnen. Hond. Nee. Nee, hond. Jij blijft ici. Oh, een mooie neus. Hele mooie hond, maar die moet wel naar binnen, denk ik. Ja, hij moet naar binnen, die hond. Doe normaal. Ga naar binnen. Ga maar. Snoep je koekje daar. Ja, ga maar daar. Ga daar. Oh, zo'n mooie hond. Die hond loopt naar buiten. Ja, die hond moet echt naar binnen. Ik vind echt geen grap. Kom maar hond, ga maar gauw naar binnen. Je hebt geen riem om niks. Hallo. Die hond. We hebben een cadeautje. Ik wist niet eens dat jij het was, jongens, mijn leerling. Oh echt? Oh, je wist het niet eens. Oh, wat erg. Het gaat helemaal tekeer. Nou, we gaan weer naar de volgende. Hou op, we gaan weer naar de volgende. We gaan naar de volgende. Ja? Kom, fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Ja. Die bel die gaat gewoon aan scharden kapot. Nou, hij maakt ook geen leuk geluid. Oh. Heb jij geen plakband of tape? Nee, heb ik niet. Tape. Nou, moet ik voorzichtig doen. Er zit niks anders op. Ja, maar met jou komen we niet als we jou gaan nadoen. Oh, dat ding gaat heel hard de keer. Ja, dus nou, we doen het gewoon. Joe! Nee, ophouden. Ah! Hey. Jij moet ook afzorgen voor afwisseling in je vraag. Je hebt altijd dezelfde vragen. Nee, jij hebt dezelfde vragen. Ophouden. Ab, dus Johannes gaat 21. Hier. Ik hoor helemaal niks. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Nee, dit. Oeh, hi! Hallo, van de danscreatie. Naila in Genève. Naila Ginevra. Oh, Duits, Deutsch. Oh, ballet. Ja, we hebben van de danscreatie. Ik ben Duitsje. Ah, aber natürlich. Ja, Deutsch. Kom, bitte, kom. We hebben eigenlijk... Italiaans met je Duits. Duits. Nee, wir haben ein Geschenk. Gute Zeit. Ja. Für die. Feine Feiertage. Eine gute Rutsch. Ja. Gute Rutsch. Shall I send it to Elise? Ja, goed, is goed. Helemaal goed. Oké, okay, cheers! Nou, we gaan weer naar het laatste, want we redden het gewoon niet. Nee, het is dramatisch. Ja, dus we moeten hierna nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maar het zijn allemaal verschillende adressen. De ene keer moet je heen naar de andere kant van de wijk. Dus niet te doen. Het is allemaal flat, dus we moeten elke keer aanbellen, helemaal naar boven lopen en weer teruglopen. En parkeren is niet makkelijk. Nou, is niet best, want er blijft die auto. Ja, het is dramatisch. Dus we houden het hierbij op en dan moet iemand anders het maar afmaken. Wel leuk hoor, wel leuk. Wel gezellig. Wel... Ik was wel heel enthousiast. Absoluut, zonder meer. Ik vond het heel leuk. Oké, nou wij gaan er een eindje breien, Solene. We hebben het helemaal gezien. Helemaal gehad. Maar was wel leuk. Was leuk. Zo, ik zit in de bus. Ik ga naar huis. En ik ga even denk ik mijn oliebollen halen. Ik heb er zo'n trek in. Dus ik ga even denk ik bij een station uitstappen. Ga ik oliebollen
En dan loop ik wel verder naar huis. Dus het is toch alweer laat. Het is bijna 3 uur. Ik heb oliebollen gehaald. Nou, ik ben hier met Luca. We hebben net oliebollen gegeten. Luca en ik zijn even in de Dirk. En we gaan even snel het halen. Om te bakken of zo. Wij gaan straks lekker even brownies bakken. Lekker brownies. Dus we hebben zo'n hele mix weer. Ik kom net heel even thuis. Ik krijg straks naar Luca. Want we gaan dan die brownies bakken. Maar ik kom binnen en ik krijg gelijk weer een pakket. Dus ik ben heel benieuwd. JCR, dus en mijn adres. Wat is het allemaal? Een kerst. Oh ja! Ja, dat klopt. Oh ja! Ja, dat klopt. Deze had ik gewonnen van de paté. Oh my god! Hele leuke kersttrui. Nou, echt te gek. Top. Hij is wel enorm leuk hoor. Hij zit ook lekker. Van de paté. Oh, ja, we kunnen niet naar de bios. Dus ja, jammer. Tadaa, jammer. Oh mijn god. Nou jongens, even een knallen, dat moet toch kunnen? Luca en ik zijn helemaal... Wat? Nou ja, wij zijn helemaal een nieuw spel aan het spelen. Gloednieuw. Nee, wij hebben Minecraft hier ontdekt. Leuk joh, we zijn helemaal in een survival world aan het spelen met al die stomme zombies en spinnen. En nou ja, het is helemaal leuk, we hebben onze eigen huis, leuk. Dus dat is hartstikke leuk. Nou, hier gaan wij ons de komende 2 weken wel zoek mee houden. Ja, zo simpel is dat. Dames en heren, ik dank jullie voor het kijken. Vergeet niet onder deze vlog alle tijden van de icoontjes te typen. Want de eerste die dat doet, ga ik terugvolgen. Morgen om 4:30 een nieuwe vlog. Slaap lekker. Tot dan.